Rob Maas is de nieuwe trainer van SC Cambuur. De 46-jarige Eindhovenaar tekent een contract dat hem voor een jaar aan Cambuur verbindt met een optie op een tweede jaar. Na een lange zoektocht van Cambuur viel het oog uiteindelijk op de voormalige oefenmeester van Vitesse. Men zocht een trainer die aanvallend wil spelen. Mijn manier van spelen zal niet veel anders zijn als die we bij Vitesse gehanteerd hebben onder Peter Bos. Daar heb ik veel van geleerd. Dat hoop ik hier door te kunnen zetten. En ik heb er heel veel zin in. Aanvallend voetbal, ja, wat betekent dat? Ja, uiteindelijk is het aantrekkelijk, moet het zijn voor de mensen. En met als doelstelling ja, op de helft van de tegenstander te spelen en zo lang mogelijk te blijven. En dat zal een andere manier van denken met zich meebrengen. Maar als je kijkt naar de selectie, is het in de kern nog een goede, stabiele selectie. En we kijken met z'n allen of we ons hier en daar nog kunnen versterken. Nadat het dienstverband van Maas ten einde kwam bij Vitesse, was hij beschikbaar voor andere clubs. Toen andere kandidaten niet haalbaar bleken, nam Cambuur contact op met de Brabander. De vraag kwam vanuit Cambuur of ik interesse had in een gesprek. En door middel van die gesprekken zijn we enthousiast geraakt. Wat heeft geleid tot een samenwerking. En daar ben ik heel blij mee. Je hebt vorig jaar behoorlijk onder druk gestaan hè, bij Vitesse. Tenminste, zo kwam het over. Verwacht je deze druk ook bij Cambuur? Het is een volksclub, dus wat dat betreft is het laatste half jaar zeer leerzaam voor mij geweest. Dat nemen we mee voor de toekomst. Ik hou van meningen en daar hoort ook emotie bij. Dat hoort allemaal bij de sport, dus ik heb daar verder geen problemen mee. Hè. Dan kom je bij Vitesse vandaan, ik zei. Neem je ook spelers van Vitesse mee? Heb je daar contacten? Nou, het eerste wat we gaan doen is dat we eerst samen gaan zitten zo met staf en met Henry om even alles door te nemen. Selectie, ik heb natuurlijk al een beeld, er staat een stabiele selectie. Maar we proberen ons eigenlijk toch op bepaalde posities nog te versterken. Maar ik zeg al, we kunnen de centjes maar één keer uitgeven, dus we moeten dat heel verstandig doen. Heb je voor één jaar getekend? Was dat voor keuze van beide kanten of had je langer willen tekenen? Nou, er zit nog een optie aan verbonden. Dus we gaan eerst eens kijken het eerste jaar dat we mijn manier van spelen erin kunnen brengen. En ook manier van werken. En als het bevalt, ach ja goed, dan tijd is dan geen druk. Rob Maas werkte enige tijd onder de vleugels van de als aanvallend bekendstaande Peter Bos. En neemt de ideeën achter zijn werkwijze nu mee naar Leeuwarden. De supporters kunnen de komende tijd dan ook rekenen op een offensieve wedstrijdopvatting. We willen aantrekkelijk voetbal spelen op de helft van de tegenstander. Dat betekent dat je dominant wil zijn. En dat vergt een andere manier van denken. En dat moet er langzaam ingeslepen worden. Het gaat niet 1, 2, 3. Maar als de wil er is en het enthousiasme en ook een beetje de voetbalintelligentie, dan kunnen we daarin heel snel stappen maken. Ben je een dominante trainer of laat je ook veel aan je assistent houden? Ik hou van samenwerking. Uiteindelijk zal ik beslissingen moeten nemen, maar die jongens die om mij heen zijn, die hebben ook zoveel kennis. Dat wil ik graag delen met ze. Technisch directeur Henry van der Vecht is blij dat er nu eindelijk een nieuwe trainer voor de groep staat en heeft zich in aanloop naar de aanstelling van Maas uitstekend over hem laten informeren. Ja, Rob Maas past uitstekend in ons profiel. Het profiel van een aanvallend ingestelde trainer die er veel energie in gooit en hard werkt en met georganiseerd spel probeert attractief voetbal te laten zien. Dus die maakt een uitstekende indruk op ons. We hebben niet alleen met hemzelf, maar ook met heel veel mensen gesproken. Die rondom Rob Maas werkzaam waren of met hem in zijn persoonlijke omgeving zitten. Dat waren allemaal erg positieve referenties. En dat bij elkaar, met de gesprekken die we gevoerd hebben, waren we wel van overtuigd dat we de goede kandidaat hadden. Wil je kiezen voor een eenjarig contract? Waarom dat? Nou ja goed, we hebben natuurlijk wel gezien dat we niet zo heel veel uitmaakt of je langdurige contracten hebt. Want dan kan nog een trainer zo weer vertrekken. Maar ja, ik denk dat van beide kanten wel duidelijk was van we willen een prestatieve omgeving. En daar kan er best een contract in zitten van één jaar. En als we dat met elkaar goed doen, dan komt er een tweede jaar achteraan. De meeste trainers willen een assistent mee. Je wil Rob Maas dat niet? Nee, dat is eigenlijk nooit aan de orde geweest, omdat Rob wist dat wij met een technisch staf die compleet is aan het werk waren. En voor ons was dat ook geen item. Dat zou niet voor Rob gelden, maar dat zou voor elke kandidaat die hier eventueel zou gaan werken gelden. We hebben een uitstekende technische staf staan met Arne Slot en Sipke Hulshoff, Jan Bruin en René Ponk als keeperstrainer.
Dus ja, dat is prima. De aanstelling van Maas komt net op tijd. De voorbereiding van Cambuur staat namelijk op het punt van beginnen. De eerste oefenwedstrijd volgt op 1 juli tegen VV DTD. SC Cambuur heeft eindelijk een nieuwe trainer. Nadat topkandidaat Fred Grim niet werd losgeweekt bij de KNVB, moesten de Leeuwarders op zoek naar andere kandidaten. Vanochtend werd bekendgemaakt welke oefenmeester in het Cambuurstadion aan de slag gaat. Het gaat om Rob Maas, de voormalige trainer van Vitesse. Omroep Leo ging de straat op en vroeg de Leeuwarders of zij blij zijn met de aanstelling van de nieuwe trainer. Ja, het is toch wel weer een gewaagde keuze voor Cambuur. Kijk, deze trainer, als we kijken naar zijn staat van dienst afgelopen seizoen bij Vitesse. 17 wedstrijden aan het roer gezeten, 4 gewonnen, een paar keer gelijk en de rest verloren. Ja. Ik weet helemaal nog niet wie de nieuwe trainer is. Ik zat net te luisteren en ik meende dat Fred Grim het zou worden, maar die wordt het dus niet. Weet jij de naam? Ja, Rob Maas, voormalig trainer van Vitesse. Rob Maas. Heb ik mijn twijfels over. Dat is vast een hele aardige man, denk je niet? Ja, ik denk heeft het heel goede ervaringen bij bijvoorbeeld toch Vitesse. Alhoewel ik vond dat hij daar op plaatste toch niet echt goed deed, maar dat is wel een ervaren trainer. Maar ik was wel zelf, had ik heel graag Fred Grim hier gehad. Ja. Had u liever iemand anders gezien? Ja, dat is moeilijk om dat te bepalen van het moet wel bij Cambuur passen. Ik had liever een Bert Kontelman gehad. Ja, u had liever iemand anders gezien. Of iemand met een Cambuur-achtergrond zoals Fred Grim. Ja, dat hebben de supporters ook nodig in deze tijd. Ja, na de zware teleurstelling van afgelopen seizoen. Ja, dan moet er een boegbeeld voor de ploeg komen. Denkt u wel dat het een verbetering is ten opzichte van vorig seizoen? De trainer? We moeten de tijd uitwijzen. Nee, niet echt. Ja. Die keeper, hè, Fred Grim, maar die willen ze niet loslaten van Jong Oranje. Dus ja, daar vissen ze naast het net. Of achter het net. Hè. Hoe verwacht u dat Cambuur het volgend seizoen gaat doen? Ik denk dat ze het heel moeilijk krijgen. Die vorige spreker zei dat ook al. Ik denk dat ze het heel moeilijk krijgen. Het valt niet mee in de eerste divisie om weer proberen bovenaan te komen. Maar ze moeten goed spelersmateriaal hebben en een goede trainer. En als die combinatie goed is, dan kunnen ze misschien weer promoveren. Dat hoop ik. Denkt u wel dat het een verbetering is ten opzichte van de vorige trainer? Nou, hij krijgt het zwaar. Want in de eerste divisie spelen is gewoon stukken moeilijker, denk ik, voor Cambuur nog. Want ze moeten zich waarmaken en ze willen natuurlijk graag terug naar de Eredivisie. Dus er ligt heel veel druk op. We moeten tijd uitwijzen. Ik zeg 50-50. En wat verwacht u voor Cambuur voor het komende seizoen? Nou, er zitten nog een paar moeilijke ploegen in de competitie. Nou, Twente komt er natuurlijk bij. Ik denk niet dat het direct promotie is, maar na competitie. Daar gok ik op. Daar zou ik mijn geld op inzetten. Ik hoop dat ze weer in de eredivisie komen. Dat hoop ik wel. De jaarlijkse skelter race vond vandaag plaats op het Oldehoofdse Kerkhof in Leeuwarden. De wedstrijd wordt ieder jaar georganiseerd vanuit ROC de Friese Poort en is bestemd voor de eerste en tweede klasse van het VMBO. Het doel is om technische opleidingen te promoten en de contacten tussen scholen en technische bedrijven te versterken. In totaal deden 8 VMBO-scholen mee aan de race. Deelnemers aan de wedstrijd ontvingen een bouwpakket waarmee zij een eigen skelter konden bouwen. Vandaag konden zij hun producten tonen aan het publiek. Deze editie is er ook een goed doel gekoppeld aan de activiteiten. De opbrengst hiervan gaat naar het Ronald McDonald Huis Friesland. Afgelopen woensdag is het Wijkfeest Westeinde weer begonnen. Het feest kent een lange historie en trekt ieder jaar vele bezoekers. Om de populariteit te behouden probeert men iedere editie enkele nieuwe elementen toe te voegen. Wat ik weet is het al jaren hetzelfde concept en wij proberen er wel een andere draai aan te geven. En nu met de schiettent zoals je ziet en een zweef die omgebouwd wordt tot draaimolen. Dus we proberen er wel iets moois van te maken. Maar het bestaat wel al heel lang. Dit is het 41ste jaar. Het 41ste jaar. En ja, u zegt al, we maken er een iets andere sfeer van. Als ik zo om me heen kijk, krijg ik bijna een beetje een dorpsfeest idee. Is het ook de bedoeling om dat een beetje te creëren in plaats van een wijkfeest? Nou, het is inderdaad een dorpsgevoel. Het is van ons, hè, van de wijk en nou ja, van iedereen eigenlijk. Dat is het doel wat wij willen uitdragen. En wat is er zoal te doen bij jullie wijkfeest? Nou, we hebben onder andere het hele wijkfeest volleybaltoernooi, wat ook elke avond terugkomt. We hebben elke avond muziek met onder andere een Hollandse avond en zaterdag de DJ's van Club Red. En eigenlijk voor jong en oud is van alles te doen. Een visserwedstrijd voor de kinderen. Vandaag hebben we braderie voor de kinderen. En zaterdag hebben we braderie voor volwassenen, waar ook gewoon echte kramen komen van winkelketens. Dus dat is superleuk.
Ook present dit jaar is een nostalgische draai- en zweefmolen. Voor eigenaar Appie Kooistra is het de eerste keer dat hij aanwezig is op het wijkfeest Westeinde. Het zou graag een nostalgische zweef hebben, met origineel draaihoren erin. Dus dat zijn we zomaar benaderd. En ja, een zweef op een wijkfeest. Ik kan me zo voorstellen dat je normaal niet op wijkfeesten staat. Waar sta je normaal met een zweef? Ik sta normaliter gewoon echt op dorpfeesten. Dus merendeels op grote dorpfeesten. Dus ik vind het op zich wel een mooie uitzondering. Eindelijk weer een thuisbasis. En dorpsfeesten en zo, moet ik dan ook aan hetzelfde denken? Want het is nu een zweefmolen, maar je zegt het is ook een draaimolen. Hoe zit dat precies? Ik kan hem s'morgens voor de kinderen omzetten tot draaimolen. Dus dan gaan de bakjes uit en dan kijk ik hem opzetten tot draaimolen. Dan komen de paardjes op voor de kinderen. En dan is het een echte ouderwetse traditionele draaimolen dus? Gelijk, ja. Dan aan de andere kant heb je ook een schiettent staan. Die hoort ook bij jullie? Hij is officieel van mijn zus en van mijn zwager. En ook die gaat normaal mee met jou op dorpsfeesten in plaats van wijkfeesten? Ja, meestal grote dorpfeesten ja, en ook wel wijkfeesten meer. Maar we staan niet altijd bij elkaar, maar vaak wel. En dit is echt een familieattractie van jullie? Ja, ik word de vierde generatie. Kijk, dus dat is echt, het blijft in de familie zogezegd, deze zweefdraaimolen. Ik hoop het wel. Het wijkfeest is al enkele dagen aan de gang, maar heeft nog genoeg in petto. De organisatie heeft bij de resterende activiteiten een helder doel voor ogen. Zoveel mogelijk mensen plezierend, gewoon voor iedereen wat. Hè. Inderdaad, het volleybal. Nou ja, gisteren heel veel activiteiten, morgen weer heel veel activiteiten. Zaterdag heel veel activiteiten, komt plezier. Ontbijt hebben zaterdagochtend om 9:30 en plezier.nl komt voor de allerkleinsten, die gaan met ze zingen. En we hebben broodbakken voor de jeugd tussen de middag. Jeugdvoetbal van Peter Lauwens voetbaltoernooi hebben we. En het volleybal komt 's middags en dan hebben we 's middags weer een stukje live muziek en daarna de kinderdisco. Dus echt. En de braderie natuurlijk die de hele dag loopt. Dus we hebben heel veel activiteiten zaterdag. Dus eigenlijk zaterdag zo'n beetje de noem het maar hoofddag van het wijkfeest? Nou, zo kun je het wel zeggen, ja. De 41ste editie van het wijkfeest komt zaterdagnacht ten einde in de feesttent midden in de wijk.